Yo, kijk eens wanneer we hebben een nieuwe game, namelijk Business Tour. En ik speel deze game even met bots, want ik ben van plan dit spel ook samen met Mark een keer te gaan spelen. Dus dit is een beetje zo'n Monopoly rip-off. En we spelen nu in teams, ik samen met een andere bot en twee bots bij elkaar. Dus we hebben een roll a dice. Nou, laat die maar kopen. Dat is even zo. Moet ik meteen een grote flats neerzetten. Ik moet dit wel op Bali. Ik zal deze game zo uitleggen. Iedereen weet natuurlijk wel hoe Monopoly werkt. Je moet dus weer een straat te kopen. Zoals hier bijvoorbeeld. Of alle stranden. Dan heb je gewonnen. Of de tegenstander failliet maken. Dus daar gaat het eigenlijk om. En die heeft dus een kanskaart. Dus dan kun je alles krijgen. Het geld krijgen, het geld verliezen. En ga zo maar door. En als je hier komt bij de championships. Dan kun je dus op een kaart dus extra geld neerleggen. Je kunt op Lost Island komen, kun je direct op dobbelen. Je kunt naar het vliegveld. En dan kun je zelf een plekje kiezen voor geld. En nu moet ik dus mensen iemand betalen. En je kunt iets overkopen. Maar dat kost extreem veel geld. Dus dat doe ik eigenlijk gewoon nooit. Dus als nu hier dus rood op zal komen, moet hij huur betalen. Blauw kan hij dus ook hier eens opleggen. Zoals die lichtblauw is dus een bot en die donkerblauw ben ik. Als een rode op die lichtblauwe komt, krijgt een lichtblauwe geld. En donkerblauw ben ik. We zijn heel dicht bij Monopoly. Alleen, mijn bot heeft... heet dat? Cyprus. Wat hij eigenlijk nodig heeft. Volgens mij kun je hem niet overkopen, ik dacht niet zeker. Staat er nou? Resource cannot be rebuilt. Oké, kan het niet overkopen. Zo zie je ook staan hier zo'n vlagmast erop. Dat betekent dus dat er een special event is. En dat betekent dus dat je dus extra geld moet betalen als je daar komt. Volgens mij is de straat ook iets duurder. 280. Dat is balen. De AI heeft dezelfde straat. Als het mij komt, dezelfde stad. Maar het spel is gewoon heel simpel. Kom je langs de stad, krijg je ook geld. Zoals nu waarschijnlijk. En ik moest nu dus 100k betalen en krijg 300k. Dus ben ik niet zo blij mee. Oh, de bot krijgt precies hetzelfde. Dat is een shite. Die gaat waarschijnlijk upgraden. Ja. Dus dat de huur dus omhoog gaat. Ik wil Venetië hebben. Nou, als je drie straten hebt, dan is het ook gewoon game over. Zucht. Ik ga heel slecht. Nee, dan weet ik niet genoeg geld heb. Om het over te kunnen kopen. Kijk, bot. Goed dat je die wegkoopt. Contact meteen met Hongkong. Dan heb je tenminste een straat. Of een hele stad. Van mij mag je hem overkopen. Mooi zo. Is een lot safer. Oh ja, je upgrade hem ook nog meteen even. Daar vroeg ik dus weer net niet om, dan ging het iets te ver. Had ik nog geen Sydney? Ja, want hij zit niet. Kijk, hij kan dus wel feit, dan kan hij gewoon ergens naartoe reizen. Dus als ik hem was... Nee, dat maakt voor hem niet heel veel uit eigenlijk. Als ik op was gekomen, als ik op Hongkong ga staan... Of op Londen. Ik kan hier wat gaan upgraden. Ja. Thanks, bot. Very thanks. Oké, dat is een van de duurste steden. Steden. Ik denk dat we Tokio erbij hebben, dan kunnen we echt gewoon geld gaan verdienen. Oh god. Nu gaan de prijzen omhoog. Van een van de plots. New York City. Ik ga hier niet altijd duur bouwen. Ik ga hem gewoon alleen kopen. Alleen moet ik deze bot uitkijken. Dan ga ik 2 miljoen. Lyon. Kan ik ook nog Paris gaan kopen. Rolling Dices. Hey, een hotel. Oeh, dat is dangerous. That's looking good.
Oh, never mind. Oké. We hebben in ieder geval een stad. Monopoly! Roll. Nee, ik wil wat geld sparen. Dat is op Hongkong terecht gekomen. Oké, die kunnen best wel eens kwijt zijn. Of niet? Hé, die moet ook betalen. Alle kleine beetjes helpen. Ik zit op Lost Island. Dus nu kan ik daar dus geld gaan betalen om los te vrij te. Wat gezellig op een verlaten eiland. Die gaat hij waarschijnlijk overkopen. Ja. Daar ben ik alleen niet zo blij mee. Pay the bank. Nou, ik moet 1 miljoen kost het om over te kopen. Daar heb ik dus echt helemaal niks aan. Ik daarop kom. Ik denk dat we kunnen blijven kamperen. Ja, hij betaalt zich ook uit. Verstandig. We moeten Berlijn hebben. Of Las Vegas. Wauw. En gewoon nog een stad. Dus die kunnen ze ook gewoon opkopen trouwens. Een van die plotten daar. Is ideaal. Oh god. Ik moet... Het beste is dat ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobbel. Dat is het beste. Dan duurt de game nog 1 ronde. Dat is zo goed als voorbij. Oh, not enough money. Hij had nou mijn city maar niet overgekocht. En de bot heeft ook weer een klein beetje geld. Oké, ik kan geluk hebben of pech. Take card. Dat is balen. Nee, hey, zit niet. Oh, dat is een, natuurlijk een event. Oeh, dat kost een bot een flinke duit in de zak. Maar weet je, als die bots zoveel moeten betalen, boeit me echt helemaal niks. Ja, die kunnen ze toch niet kopen. Hey, Richard. Go straight to Tax Alley. Ja, weet je, ik heb toch niet zo heel veel. Ik heb een paar kleine straatjes of steden. Ik had die bot 1 minder moeten gooien. Ja, upgrade heb ik helemaal geen nut. Oh, moet de Hamburg bij Berlijn zien te krijgen? Ja, daar heeft hij toch niet heel veel aan. Die kan er best wel overgekocht worden. Nee, dus niet. Go to Lost Island. God dang it. Rolling dice. Die is niet zo heel duur volgens mij. Maar die kan dus niet overkopen, want heeft te weinig geld. Die kan nu al eens gaan kopen. Dus als je nou op een van mijn straten komen. Als ik nou 2, 4, 6, 8 kan dobbelen. Oeh, dat is 10. Dan ga ik iemand lekker spekken. Roll. Nou, bijna. Maar dit kunnen we wel weer opbouwen. 72k? Oh, 1,3 miljoen. Als één van die bots nu hierop komt, vooral bot underscore 25, zou echt super chill zijn. Dat vind ik een heel stuk minder chill. Of ik koop Berlijn, of ik koop Tokio. Ik heb zo'n gevoel dat het game over is. Dat ik een Tokio of Berlijn gaan kopen. Allebei. Daar hebben we niet veel aan. Oké, het is nog niet game over. Ik was echt naar Tokio gegaan. Samen met Berlijn. Hadden we echt heel mooi kunnen winnen. Of zij.
heel goed op kunnen winnen. Dat hebben ze dus niet gedaan. Dat is op zich best wel heel erg dom. Maar deze kost 2 miljoen? Ja. Oh, dan steken money naar dezelfde pot. I'm not so happy about that. Als je even op New York komt, dan ga je mijn voorraadkast een beetje bij spekken. Rolling dice. Oh, je gaat naar Lost Island. Oh, ik moet jou betalen. Dat is wel jammer. Maar in de ideale situatie, komen wij zo meteen in Hongkong en landen wij daar een keer op. Ik ga de bot overkopen. We moeten Hongkong of Berlijn. Ja, I know. We hebben hier een en daar een. Ik heb echt veel uitgegeven nu. Ik heb een idee die zijn we kwijt. Ah, jammer weer dit. Nou, komt even op Londen. Je plant meteen al een hotelletje bovenop. World Championship. Ik ga wel mijn eigen dingetje gooien. Zoals je ziet, nu 1,7 miljoen. Dat is lekker verdubbeld. Nou, iemand op New York komt, dus 2, 4, 6. Nou, World Tour heeft de bot een grotere kans op. Nu kom ik op World Tour. Dan ga ik denk ik voor Berlijn. Nadat die het verste weg is, kan ik weer snel hier naartoe naar de World Championship. Zij zijn wel heel dichtbij. Die gaan zij dus ook kopen. Ja. Ik ga voor die. Running! Boom. Monopoly! Woo! Dan kan ik aan een van die bots wel Hongkong kopen. Ja, bot 25. Volgens mij is het game over. Of niet. Ik moet 9 dobbelen. Dat is 8. Nou ja, ik teer een hotelletje op donderen. Dan wordt hij 3,1 miljoen. We hebben gewonnen als het goed is. Yay, Monopoly! Ik had een van de meeste waarden. Nee, een van de minste zelfs. Wel gewonnen. Dus vond je dat nou een leuke badspel? Laat even een like achter, je niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!